Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb een dagje geleden dit soort eitjes in het water gelegd. Dit zijn allemaal kleine animal eggs, dus verschillende gekleurde eieren. En daar komen dan diertjes uit en bij mij zijn er zelfs al wat diertjes uitgekomen. Geen echte natuurlijk, maar speelgoed. En daar gaan we dan vandaag eens even naar kijken. Even kijken, ik had er 5 ingelegd en 4 zijn uitgekomen. Eentje die blijft nog een beetje drijven. Maar die zal binnenkort dan wel uitkomen. En dan gaan we eens even kijken naar het eerste figuurtje. Ik denk dat dit een dinosaurus is. Hij voelt een beetje glibberig aan. Ik weet niet zo goed waar het door komt. Misschien doordat hij nat is. En dan deze. Die ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Ook hetzelfde kleurtje. Beetje oranje. Dan de volgende. Die is in het geel. Zou alles nou hetzelfde zijn? Het lijkt wel erg veel op elkaar namelijk, maar deze is neongeel. En dan deze. Ah, kijk, nu hebben we een andere. Ik dacht even dat we steeds dezelfde dinosaurussen zouden krijgen, maar dat is niet het geval. Dit is een andere dinosaurus, ik heb geen flauw idee wat voor eentje. Dat weet ik niet. Als jullie weten hoe zo'n dinosaurus heet, laat dat dan maar weten in de reacties. Het voelt een beetje als een sponsje. Het is een beetje zacht. Maar uit een sponsje kun je water drukken en dat is hier niet echt het geval. Dus het zijn meer rubberen figuurtjes misschien. En dit ei is nog niet helemaal open gegaan. Oh kijk, maar kan dat natuurlijk wel zelf doen. En oh kijk, dit is nog een dinosaurus. Deze is wat kleiner. En dit is wel iets heel erg anders, een hele andere soort dan degene die we hadden. Deze heeft een soort van kam op zijn hoofd en een soort van neushoorn lijkt het wel. Ook een heel coole dinosaurus. Dus we hebben nu 3 verschillende. En van de Tyrannosaurus hebben we er gelijk 3. 1, 2, 3. En dan hebben we deze in het blauw en dan hebben we deze. En wat jullie kunnen zien is dat die rechter veel kleiner is. En deze is veel groter. Ik denk dus als ik het wat langer in het water laat liggen, dat ze dan allemaal nog een beetje meer gaan groeien. Dan moet ik ze allemaal nog even terug doen in het water. En dan kan ik misschien later nog wel even het resultaat daarvan laten zien. En we hebben natuurlijk hierachter nog veel meer eieren. Misschien moeten we maar eens een experimentje doen. En kijken hoe het eruit ziet als je heel veel eieren in een bakje doet. Of juist heel weinig. Ja, misschien hebben jullie dus wel wensen wat we daarmee zouden moeten doen. Laat dat dan maar weten in de reacties. En laat ook maar weten wat je van deze dinosaurussen vindt. En of je ook weet hoe die ene heet. Of nou ja, vooral die 2 eigenlijk. Want van die oranje en de gele ben ik er eigenlijk wel bijna zeker van dat het een Tyrannosaurus rex is. Ik zal nu de stukjes eierschaal er even uithalen. Hier, kijk, deze is helemaal verbrokkeld. En deze is nog redelijk intact. Aha. Ik denk dat de onderkant best wel hard is van plastic. Aha, ja, en nou heb ik hem door. Het bovenste deel, de bovenste helft, die is erg brokkelig. En die gaat dan op een gegeven moment ook kapot. Interessant. Ik vond het wel zeker heel erg leuk om te bekijken. En als jullie het ook leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer je ook natuurlijk op ons kanaal. Dan mis je niets meer van de nieuwe video's. Dus op de abonneerknop klikken en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwe speelgoedvideo's. Ja, misschien wil je in de comments nog wat laten weten. Wil je zeggen of je het leuk vond en hoe die dinosaurussen heten? Laat een duimpje omhoog achter en bekijk ook onze andere video's. En tot de volgende keer!